Hoi, Michielje van de Perfecte Grafiek en welkom bij het tweede deel van de inspiratiesessie die ik gaf op het VSO-congres. In dit tweede deel gaan we het hebben over pre-attentive attributes, visuele signalen die jouw brein binnen 250 milliseconden detecteert. Super gaaf en super cool en super relevant op het moment dat je data gaat visualiseren. Tijdens het congres heb ik een flyer uitgedeeld voor een oefening zodat mensen daarin mee kunnen doen. Nu kun jij ook bij deze video meedoen, maar dan moet je wel eerst even de flyer downloaden. Ik zeg, druk zo meteen op pauze, kijk hier beneden bij de link waar je die flyer kunt vinden, download hem en ga daarna verder met deze video. Heb je de spullen bij de hand? Dan wens ik je nu veel plezier met deze video. We gaan het hebben over de pre-attentive attributes, visuele signalen die jouw brein binnen 250 milliseconden kan verwerken. En 250 milliseconden is zo verdraaid snel dat jij al doorhebt dat er iets aan de hand is. Nog voordat je überhaupt begint na te denken. Nou, hoe mooi is dat als het bij jou zo werkt, dat het ook bij je collega's zo werkt. Ook bij de lezers van jullie rapporten, de lezers van jullie verslagen. Dat die mensen in één keer zien, maar dit is interessant. Jullie hebben als het goed is allemaal zo'n mooi flyertje op je bureau of op je stoel gevonden. Zijn er mensen die hem nog niet hebben? Ik heb er hier nog een paar over, dan kom ik ze snel brengen. Is er iemand die hem niet heeft? Ja. Kijk, mag ik een heel mooie wandeling naar achteren maken? Voor de andere mensen, jullie mogen vast een pen erbij pakken. Of een potlood of iets anders om te schrijven. Ja, ook nog. Alsjeblieft. Ja. Nou, alsjeblieft. Moet je ook nog aan het werk op zo'n dag, hè? Nou, het is niet moeilijk, het is niet moeilijk. We gaan gewoon even tekenen. We gaan een tekenspelletje doen, of tekenoefening. Wat ik jullie zo meteen ga vragen. Je ziet hier 8 vakjes, tenminste 8 grote vakken. In die 8 vakken staan al 3 lijntjes. En jullie hoeven in elk vak maar 1 extra lijntje te tekenen. Dus ik denk dat dat moet kunnen. Maar, die extra lijn moet voldoen aan 2 voorwaarden. Nou, laat ik zelf een virtuele pen erbij pakken en hem erop tekenen. Deze lijn is anders dan de andere 3. Dus voorwaarde 1, de lijn moet anders zijn. En deze lijn is anders omdat hij een andere lengte heeft. Voorwaarde 2, de manier waarop ik deze lijn anders laat zijn, in dit geval door een andere lengte te gebruiken, mag ik maar 1 keer gebruiken. De opdracht is dus zo simpel als deze. Bedenk 8 verschillende manieren om 1 lijn anders te laten zijn dan 3 andere. Ik wens jullie succes. De zaal is aan het tekenen. En dat betekent dat ik me even tot jou kan richten. De flyer die ik uitgedeeld heb in de zaal, ja, die heb jij natuurlijk niet. Maar wie weet heb je al wel dat bestand wat daar staat gedownload. Zo niet, doe het dan alsnog. De link staat hier ergens onder in de notities. Download het bestand en ga voor jezelf proberen die 8 lijnen te tekenen. Zet in de tussentijd even de video op pauze. En als je dan klaar bent of als je niet meer weet, dan zet je de video gewoon weer aan. En dan ben je gelijk met de zaal, kun je kijken naar de uitkomst. Voor nu, download het bestand en veel tekenplezier. Even wachten tot nog wat meer stoom uit de oren komt en dan pakken we hem samen op. Wie heeft ze alle 8 al gevuld? Dan gaan heel voorzichtig een paar handen omhoog. Oké. Nou, laten we even kijken. Zoals jullie zien, ik heb er al 9 staan. Dus het zijn er geen 8. Het zijn er zelfs 12 voor de mensen die dat al moeilijk vonden bij 8. Maar ik vond het niet helemaal eerlijk om jullie ze alle 12 te laten raden. Ik teken de eerste en voor de andere 8 heb ik jullie hulp zo meteen nodig. De eerste is lengte. Wie heeft er voor mij nummer 2? Wat gaan we in vakje nummer 2 tekenen? Richting, ja, dat is een hele mooie. Oriëntatie noem ik hem. Dus dat kan diagonaal zijn, dat kan verticaal zijn. En dat zou ook zelfs een hele mooie zaagtand kunnen zijn. Is allemaal oriëntatie, is allemaal hetzelfde. Net zoals langer en korter allemaal hetzelfde is. Voor sommigen vallen er nu alweer een aantal af. Oké, dikte hoor ik iemand roepen. Heel goed, dikte. Ja, top. Oké, wat gaat de volgende worden? Kleur. Ja, had je een voorkeur van de kleur? Blauw, helemaal top. Die heb ik in de buurt. Die heb ik in de buurt. Wat hebben we nog meer? Gebogen, zegt u. Ja, dank u wel. Kromming noem ik hem, maar gebogen is hetzelfde. Dat kan 1 keer, dat kan ook heel veel keren zijn. Zo'n golfje. Daar vallen weer wat dubbelingen weg.
Wat hebben we nog meer? Stippenlijn, helemaal top, helemaal top. Kun je me uitleggen waarom een stippenlijn anders is? Niet in Excel. Een stippenlijn is anders, heel simpelweg, de missen stukjes. Nou, het omgekeerde van iets wat mist is iets toevoegen. Dus ik kan een stipje aan de zijkant zetten. Of ik kan er een pijltje naartoe zetten. Dit zijn markeringen en daar kan ik dus iets toevoegen of iets weghalen. Stippenlijntjes zijn vier lijnen. Ja, dat zou kunnen, maar het, in dit geval werken ze samen als één lijn. Wat doen we op nummer 7? Door een andere lijn heen. Dat lijkt heel mooi, maar de enige manier om dat voor elkaar te krijgen is of deze te gebruiken of die te gebruiken. En het effect dat die de andere lijnen kruist is dan eigenlijk weer deze. De helderheid. Oh, de intensiteit. Helemaal top, helemaal top. Ja, voor degene die... Ja, jullie hebben natuurlijk allemaal maar één kleurtje. Dus jullie hadden een soort van stippenlijn mogen tekenen. Twee keer. Eén keer als alternatief op deze. Maar ik heb gelukkig grijs bij me. En ik kan daar dat dus doen. Transparantie. Wat is nou het verschil tussen kleur en transparantie? Nou, als ik hier 10 verschillende kleuren op een rij zou zetten en ik zou jullie vragen, nou, benoem nou eens welk van de 10 kleuren is de belangrijkste. Nou, dan ga je een onderlinge discussie voeren en met een beetje mazzel komen we tot een soort van nou ja, overeenstemming dat één van de kleuren dan wint. Maar daar zal niet iedereen het mee eens zijn. Terwijl als ik allemaal kleuren in verschillende maten van transparantie zet, dus van volledig gevuld tot volledig transparant, en ik zeg, nou, zet dit eens op volgorde, grote kans dat jullie allemaal dezelfde volgorde kiezen. Nummer 8, dames en heren. Wat zei je? Hoogte? Een gesloten lijn, dus eigenlijk een soort van cirkel. Ja, dat zou een vierkant kunnen zijn. Een andere vorm noem ik dit. Het feit dat je hem sluit maakt niet heel veel uit. En als we heel exotisch gaan, dan vind ik dit ook een hele mooie andere vorm. En dit ziet er heel flauw uit. Maar dames en heren, ik heb zo'n vermoeden dat u nog wel eens wat tabellen gebruikt. Stelt u zich voor, u heeft een enorme tabel met allemaal cijfers erin. En een van die cijfers schrijft u uit als woord. Driemaal raden waar uw collega's het eerste gaan kijken. Andere vorm. Laatste, nummer 9. Welke wordt dat? Afstand. Hele mooie, hele mooie. Doe ik hem eerst expres verkeerd? Dit is afstand. Ik heb hem heel kort op de andere lijnen staan. Maar deel 1 van de oefening was, lijn 4 moet opvallen. En nu zijn 3 en 4 die dat samen doen. Afstand is of heel veel lager... of heel veel later laten gebeuren. Die werkt ook heel mooi. En ik zou het zijn de 12, ik kan niet alle 12 doen, maar ik doe er nog eentje extra. Was er iemand van jullie die bedacht had dat het briljant was om een volledig transparante lijn te hebben? Een onzichtbare lijn? Briljant, in die zin dat de techniek leuk werkt. Maar het probleem is, we moeten wel even aan iemand uitleggen dat daar een ondoorzichtige lijn staat. En hoe doen we dat? Nou, gaan we die ook uitleggen, want stel, en dan pak ik er even denk ik mijn grijs erbij. Stel, ik heb hier een vak onder te verdelen in 4 subvakjes en ik zeg, nou, in elk van deze vakjes staat een lijn. Dan gaat er vanzelf iemand zeggen, maar wacht eens even, daar mist er eentje. De techniek die we hier gebruiken heet enclosure, omkadering. En natuurlijk had ik ook gewoon kunnen zeggen, ik maak 4 lijnen. En de 4e lijn, daar gooi ik een kadertje eromheen. Dat kan natuurlijk ook. Maar ik vond die van de onzichtbare lijn te leuk om niet te vertellen. Goed, ik zet deze weer even naar achteren. Oh. Want elk van deze 12, nou dat zijn er nog 10, maar we komen op alle 12 terecht. Oh. Elk van deze 12 is te gebruiken om data te visualiseren. En laten we even beginnen met degene waar ik net ook begon, lengte. Lengte kennen we allemaal uit een van de meest bekende grafieken. Namelijk een staafdiagram. En deze prachtige staafdiagram vertelt ons hoe het met de hoeveelheid panda's in Nederland gaat. We hebben er jarenlang 2 gehad. En toen gebeurde er iets bijzonders. Toen hadden we er in 1 keer 3. De meting is van ongeveer halverwege 2020. Er zijn daarna een voorspelling gedaan over dat het er ook 3 bleven. Ik heb helaas nog geen update van de data. Maar ik vermoed dat het goed zit. We kunnen het ook gebruiken in een staafdiagram. Dat was net een kolomgrafiek, dit is een staafdiagram. En in deze staafdiagram zie je dat we in Nederland nogal vervent koffiedrinkers zijn. Sterker nog, we zijn een soort van wereldkampioen koffiedrinken. Lengte van het kolommetje geeft aan hoe groot de waarde is. Dat kan natuurlijk op deze manier. Welk gebouw ter wereld is het allerhoogst? Wederom, het is lengte die we hiervoor gebruiken. Deze moet je even op je in laten werken. Deze
laat fantastisch zien waarom het zo belangrijk is dat jij snapt hoe die pre-attentive attributes, hoe die werken. Want je kijkt naar dit plaatje en binnen 250 milliseconden heeft jouw brein besloten dat het vierde staafje de langste is. Goed gedaan. En daarna, omdat er wat tijd over is, besluit je de labels te lezen en in één keer ontstaat er een soort van chaos in je hoofd. Moet je nou luisteren naar de lengte van de staafjes of moet je nou luisteren naar de labels? Nou, waarschijnlijk kiest je hoofd voor optie 3. Je doet gewoon helemaal niks. Op het moment dat de visuele informatie en zeg maar de daaraan onderhevige data of de labels die je vertoont tegenstrijdig zijn, ontstaat de kortsluiting. En op dat moment besluiten mensen er niks meer mee te doen. Voor de mensen die denken dat dit gefotoshopt is, nee, dit is echt een foto van een televisiescherm. Helaas gebeuren dit soort dingen. Goed. Breedte hebben we, oriëntatie hebben we. Nou, lengte en breedte komen vaak terug in kolom- en staafgrafieken. Oriëntatie zien we natuurlijk prachtig terug in een lijngrafiek. Is het horizontaal, verandert er niks behalve tijd. Gaat hij omhoog, wordt het meer. Gaat hij naar beneden, wordt het minder. Niet heel spannend, niet heel extreem. Grootte stond niet op jullie lijstje, maar is een aparte indicator. Een apart element waarmee we kunnen spelen. Maar grootte is een bijzondere. Stel, ik heb hier 16 Nederlandse gemeentes. Een van deze 16 gemeentes heeft duidelijk meer inwoners dan de andere. We zien het aan de visualisatie. De vraag is, hoeveel meer? Kunnen jullie een uitspraak doen van het cijfer wat nu achter in je hoofd aan het rondzingen is? Hoeveel groter is die grote stip dan de andere stippen? Wie biedt? 8, 10, 5, 6. Ik zie een 4 omhoog gaan. Dus we zitten in een bandbreedte van 4 tot 10 volgens mij nu. Hè? 16, dankjewel. Normaal is de bandbreedte met een groep als deze tussen de 2 en de 16. Dus dit is niet heel raar wat hier gebeurt. Het juiste antwoord, dames en heren, is of 2,5 of 5,5. Ik heb niet verteld of ik de informatie gecodeerd had op basis van diameter of van oppervlakte. Ik heb één van de twee gekozen. Jullie ook. En laten we nou hopen dat we dezelfde gekozen hebben. Want anders hebben we al een probleem van een factor 2. En dan voeg ik daar nog aan toe ons ongelofelijke talent om dit soort dingen in te schatten. En blijkbaar, en dat ligt echt niet aan jullie, is dat hier in de zaal niet aanwezig. Bij het Financieel Dagblad wisten ze dit niet. Die maakten deze prachtige visualisatie. Ik zoom even in op die cirkels die daar staan. En we zien rechtsboven, bij kunststof heb ik twee labeltjes afgeplakt. Nu zou ik jullie opnieuw kunnen vragen, vertel mij eens hoe groot deze labels zijn, maar dat is een beetje flauw. Laten we het heel makkelijk houden. We hebben 3 scenario's. Scenario 1, grijs is groter. Scenario 2, rood is groter. En scenario 3, ze zijn even groot. En hoewel jij ervan overtuigd bent dat het antwoord in jouw hoofd het juiste is, zul je zo meteen, als je de zaal rondkijkt, zien dat de antwoorden van anderen mogelijk anders zijn. Wie is ervan overtuigd dat grijs groter is? Hand omhoog. Collectief natuurlijk geen hand omhoog. Wie is ervan overtuigd dat rood groter is? Hand omhoog. Ongeveer de helft. Wie is ervan overtuigd dat ze even groot zijn? Juist, ook de helft. Nou, we zijn het er gelukkig over eens dat grijs niet de grootste is. Maar voor de rest is dit een lastige dialoog die we moeten voeren, omdat we het niet eens zijn. En het is toch zo zichtbaar. 47 voor grijs. En dan 50 voor rood. Sommige mensen zijn blij dat ze het goed gegokt hebben. Het gaat hier niet om dat je de juiste antwoorden geeft. Het gaat er hier om dat je bewust bent dat dit een potentieel risico is. Want minimaal de helft van de zaak dacht er anders over. Terug naar die 16 gemeentes. 1 gemeente is overduidelijk groter. Kunnen jullie mij vertellen, als we kijken naar deze visualisatie, hoeveel meer inwoners heeft deze gemeente dan de andere? Ik hoor 4 zoomen en ik hoor iemand heel hard roepen 2 of 4. Dat had je alleen maar geroepen als ik hier niet stond, of omdat ik hier sta. Je brein zegt nu 4. En dat is ook het juiste antwoord. En sommige mensen zeggen, nee, misschien toch 2, want ja, we hebben hem inmiddels door, die Michiel aan de voorkant. Op het moment dat ik vierkanten gebruik, is het antwoord wat je geeft sneller, resoluter, met meer zelfvertrouwen en als ik naar de hele zaal kijk ook unaniemer. Dus blijkbaar als we cirkels gebruiken, krijgen we een soort van ruis op de lijn en als we vierkanten gebruiken, wordt het een stuk beter. Grootte van objecten is een heel leuk iets, kun je ook heel erg qua storytelling leuke dingen mee doen als je grafieken maakt. Er zit wel een hele grote maar aan. Alsjeblieft, zorg ervoor dat je data die je gaat visualiseren en gaat schalen ook overeenkomt met dat wat je doet in je object. Ook dit is er weer eentje in de categorie, had dat alsjeblieft anders gedaan.
We hebben kromming. Nou, kromming komt ook veel in lijngrafieken voor. Dit is coronastatus van ongeveer 2 jaar terug. Juni 2020. We hadden toen heel mooi de term flatten the curve. Hè. Hoe steiler dat lijntje omhoog ging, hoe groter het potentiële probleem was. En als die afzwakte, dan werd het weer wat rustiger. Positie. Nou, positie hadden we bij de Data Source Dozen al voorbij zien komen. Hè. Positie vertelt heel veel over deze plaatjes. Maar positie vertelt op een XY-plot ook heel veel. Een van mijn persoonlijke favoriete visuals in het slide deck. Ik ben groot whisky-liefhebber. Ik heb hier een plot met een x-as en een y-as. En die assen vertellen iets over de smaak. En de plek waar zo'n fles dan staat, dat zegt dan iets over hoe die fles whisky zou, althans de inhoud van die fles natuurlijk, zou smaken. Stel je gaat naar de winkel, want je hebt een nieuwe fles whisky nodig. Dan kun je zeggen, ik kies een fles die dichtbij staat wat ik altijd al drink. Want dan is het verschil in smaak klein, maar is het toch een beetje anders. Je kunt ook zeggen, nee, ik ga op avontuur. Ik ga echt in een van de andere kwadranten op zoek naar een fles om te kijken hoe die smaakt. Een toegevoegde markering. Als ik hierin vraag, van, joh, ga die vijven nou eens tellen, dan is dat vrij veel tijd, vrij veel moeite. En als ik dat dan zo doe of zo doe, dan maakt het veel makkelijker. Oh, sorry. Enclosure, het kadertje eromheen, de techniek voor de onzichtbare lijn. Maar ook de techniek die we veel gebruiken in Venn-diagrammen. We leggen een aantal cirkels over elkaar heen en in het midden ontstaat dan iets moois. Ook deze is door zijn eenvoud en zijn krachtige uitvoering een van mijn favorieten in dit deck. Het menselijk brein wil heel graag dat die cirkels overlappen en dat daar dan iets moois ontstaat. En bij Thomson Reuters hebben ze dat aan de lijve ondervonden. Ze toonden deze visualisatie op een beurs waar ze op zoek waren naar nieuw personeel. Maar in plaats van dat mensen zich vol enthousiasme aanmelden, kregen ze allerlei rare vragen. Vragen die ze van tevoren niet hadden zien aankomen. Vragen zoals, hey, trust, partnership, innovation en performance. In hoeverre past dat nou echt bij de waardes van jullie bedrijf? Is dit een bewuste datavis? Ik denk het niet. Is hij leuk? Nou, met een beetje leedvermaak denk ik van wel. Als we naar een taartdiagram kijken, dan zegt ons brein, oh, die kennen we. Dat snappen we. Het is helemaal rond, het is helemaal gevuld, het is samen 100%. En dat zou ook zo moeten zijn. Maar niet iedereen heeft evenveel verstand van goede grafieken. Een andere vorm. Gezien het weer buiten is dit wel een mooie toepasselijke. Het getal 280 kilocalorieën op 3 manieren gevisualiseerd. 1 keer met raketjes, 1 keer met magnums en 2 keer in het getal 280 kilocalorieën. Degene die als eerste begon met deze manier van visualiseren was Otto Neurath. En die bracht ons deze ongelooflijk mooie plaat. Een soort van eindresultaat van de Eerste Wereldoorlog. En Neurath had gewoon een staafdiagram kunnen maken met zoveel soldaten zijn er overleden, zoveel hebben het overleefd en zoveel soldaten zijn er gewond geraakt. Er was niks mis mee geweest, maar hij koos ervoor om met iconen te gaan werken. En hij introduceerde daarmee het isotype-font. En eigenlijk is dat een soort van, nou ja, communiceren met plaatjes, met iconen. En doordat hij kiest voor iconen in plaats van een staafdiagram, kan hij in één keer heel veel meer. In één keer biedt hij de mogelijkheid om een soort van gevoel erin neer te leggen. Een staafje over soldaten, of die soldaten zelf zien, dat geeft al veel meer impact. Maar niet alleen dat, als ik kijk naar die soldaten, dan zie ik ook, ze gaan twee kanten op. Ze trekken zich ieders terug aan het einde van de oorlog. Het gevoel van de oorlog is over, ze trekken zich terug, dat gevoel is aanwezig. En als je dan heel goed kijkt naar die soldaten in die groene jekkies, dan zul je nog iets zien. Dan zul je zien dat van de geallieerden de jassen lang zijn en bij de centrale machten dat ze van die korte jekkies hebben. En door dit soort dingen te doen, bied je Neurath de kans om langer, of tenminste nodigt Neurath zich eigenlijk jou uit om langer te kijken. Niet omdat je hem niet snapt, maar omdat je dit soort mooie dingen wil ontdekken. En hoe langer je kijkt, hoe meer je ondergedompeld wordt in zijn verhaal. Kleur, ook een belangrijke eigenschap om data te visualiseren. En kleur wordt hier prachtig gebruikt in deze wat meer recentere top. Dit is de Climate Change barcode van Ed Hawken. Fantastisch gevisualiseerd met enkel en alleen kleur. Een lijntje staat voor een jaar en de kleur van dat jaar staat voor de gemiddelde temperatuur. En je ziet dat we sinds 1846 data hebben en in het begin was het wat kouder. En na gelang de meer recentere tijd wordt het warmer en warmer en warmer. En daar de hele discussie over de klimaatverandering. Dan heb je het warm. Dit is een plaatje van 2 jaar terug. 3 jaar terug moet ik zeggen. 2019 was het. Het was nogal warm in Nederland. En je ziet, het is overal rood op de kaart en zelfs op bepaalde plekken bijna donkerrood. En dan heb je toch ergens het idee dat het op de Veluwe begint te sneeuwen. Wat is hier aan de hand? Nou, op het moment dat je op die legenda klikt, ontdek je wat er aan de hand is.
Er was namelijk iemand vergeten dat de tijdschaal of de temperatuurschaal ook nog boven de 38 zou kunnen komen. En dus ging de hele visualisatie in error. En dat is leuk als je dat soort geautomatiseerde visualisaties hebt op je website. Dat er dus iemand aan de andere kant van het scherm eerder achterkomt dan jij als organisatie. Ik heb met veel plezier die dag zitten F5'en, want dit was niet het enige bedrijf wat last had van de hitte. Transparantie, deze kaart laat jullie fantastisch zien hoeveel rood er in de vlaggen van de diverse landen zitten. Een dataset waar je echt helemaal niks aan hebt, maar het levert een leuk plaatje op. China, Turkije, Marokko, natuurlijk bijna volledige rode vlag. Als we kijken naar Brazilië of naar India, bijna geen rood of helemaal geen rood in de vlag. Transparantie laat dit heel mooi zien. En dan zijn we alweer aangekomen bij nummer 12. Maar nummer 12, daar gebeurt niks, daar is niks te zien. Ze zijn alle vier gelijkwaardig. Ja, tenzij ik hem aanzet. Nummer 12, dames en heren, is beweging. Als een van die vier lijntjes op jouw papier had bewogen, dan was hij opgevallen. En dat had je kunnen bereiken door er misschien een pijltje van te maken. Ik ga ze zo meteen alle 12 tegelijkertijd laten zien. Maar voordat ik dit doe, wil ik dat jullie eens proberen te beantwoorden. Welk van de 12 denken jullie is de meest opvallende? Welk van de 12 is degene die je in het eerste ziet als ze allemaal gelijk komen? Wie denkt er? Beweging hoor ik een paar keer. Kleur? Andere smaakjes nog? Grootte? Nou, ik denk dat er maar één manier is om het te achterhalen. En dat is dat ik even aan de kant ga en dat ik ze gewoon alle 12 tegelijkertijd laat zien. Ik denk dat de test bewezen heeft dat beweging het gaat winnen. Sterker nog, dat wat ik nu doe is ongelooflijk gevaarlijk. Ik sta namelijk aan deze kant van het podium en aan die kant op het scherm beweegt iets. En dat betekent dat jullie stuk voor stuk moeten kiezen. Dus ik doe hem even uit. En dan heb ik de aandacht weer. Mocht je ooit een live... er wordt heel mooi een foto gemaakt. Maar jullie hebben ze alle 12 al. Als je namelijk dat flyertje, als je die openvouwt. En op de achterkant, hier onder die gekleurde stippen, staan ze alle 12. Als jij ooit een live presentatie mag gaan geven, zoals ik dat nu doe, of misschien in wat kleiner comité dat je dat binnen het bedrijf doet, zorg ervoor dat zolang jij aan het praten bent, dat er niks op je scherm beweegt. Want je gaat het verliezen. En dat is niet omdat jij niet interessant bent, maar dat is gewoon omdat wij als mensen nou eenmaal geprimed zijn om, hey, er is iets aan het bewegen, ik moet daar kijken, ik moet daar mijn aandacht leggen. En daarmee verlies jij het als spreker. En als jij het als spreker verliest, ja, of je moet je mond gaan houden, dat is ook een optie. Of je moet gewoon even zeggen, ik leg het eerst uit en dan laat ik het zien. Goed, ik wil u toch graag beweging laten zien, maar zoals net beloofd, dan moet ik mijn mond even houden. Ook rustig voor je oren eventjes. Ik laat zo meteen een zogeheten bar chart race zien. Een staafdiagram die aan het racen is. Gaat over de populatie van landen. Hij beweegt naarmate de landen meer inwoners krijgen, wordt hij groter. En als één land meer inwoners heeft dan een andere, dan haalt het ene staafje de ander in. Niet heel spannend, wel heel leuk. Wel cool. Maar in welk jaar haalde India de Verenigde Staten in qua aantallen inwoners? Het is minimaal 3 keer voorbij gekomen. Jouw brein was zo druk bezig om te kijken naar al dat gave beweging dat het dacht van, moet ik ook nog wat onthouden dan? En als ik je de vraag van tevoren had gesteld, dan had je zo moeten focussen om dat exacte moment te pinpointen. Animatie is verbluffend om aandacht te pakken. Maar animatie is waardeloos om mensen dingen te laten onthouden. Dus kies het vakkundig, kies hem goed. Heb je een dashboard, wil je dat mensen dingen opvallen? Zorg voor een knipperend lampje, werkt heel goed. Dan kijk eens naar dat lampje. Heb je een presentatie waar mensen een bepaalde hoek op moeten kijken? Nou prima, zet ergens een knipperend stipje, kijken ze daar. Maar wil je dat mensen echt iets onthouden? Zorg ervoor dat er ook een soort van stil is die dat meegeeft. Ik zet de attributen aan de zijkant, even niet beweging ertussen, want anders wordt het een beetje chaos. We gaan een klein testje doen. Ik laat 2 vierkanten zien. In een van de 2 vierkanten zit een rood stipje. Ik hoor graag van jullie. Zit het rode stipje in A of in B? A. Ik hoor een beetje gelach ertussendoor. Dat was een beetje niet het moeilijkheidsniveau wat we verwacht hadden. Het verschil in kleur is verbluffend zichtbaar. A of B?
B. Was hij makkelijker of moeilijker? Iets moeilijker. Het is niet veel, maar het is iets moeilijker. Verschil in vorm is blijkbaar iets lastiger te zien dan het verschil in kleur. A of B? A, B, B, A, A, oe. Voor de mensen die hem nog niet hebben, even mikken, daar zit hij. Oh! Oké, als ik twee attributen meng, in dit geval meng ik vorm en meng ik kleur, krijg ik vier uitkomsten. En blijkbaar heeft jouw brein ongelooflijk veel tijd nodig om dan toch het juiste dingetje te vinden. Als je grafieken maakt, als je visualisaties maakt, limiteer het aantal attributen wat je gebruikt. Hoe meer je er gebruikt, je merkt het wordt significant lastiger om het te lezen. Dus breng het terug naar zo min mogelijk van die variabelen. En in één keer wordt het veel zichtbaarder. Nee, ik ga er ook niet animatie doorheen gooien, dan wordt het echt chaos. Nu zit hij in A en B, dus het zou flauw zijn om te vragen waar het rode stipje zit. In A zien we een heel duidelijk verschil. Al het rood zit boven, al het blauw zit beneden. In B zit er ook een scheiding. Zit er ook een soort van patroon. Steek even je hand op, niet roepen, maar steek even je hand op als je ziet welk patroon er in B zichtbaar is. Oké, dat zijn een hand of 10, 12. Oké, prima, laat maar even zakken. Voor de mensen die het niet zien, misschien wordt het nu wat makkelijker. Ik zie een aantal mensen knikken, dus het wordt bevestigd dan wat ze eerst dachten. Wie ziet het nu nog niet en dat is niet erg? Kijk, er gaat toch bijna weer de helft van de handen omhoog. Dat is fijn om te zien. Het verschil wat we hier zien is dat we aan de linkerkant van de lijn zijn de stippen rood en aan de rechterkant van de lijn zijn de stippen blauw. En met de vierkantjes precies andersom. Stel, ik had het blok aan de rechterkant had ik gedeeld met mijn collega's. Hè. Vierkant B deel ik met mijn collega's. Ik stuur een mail uit, zeg, dames en heren, er is duidelijk een tweedeling van de markt zichtbaar. Zelfs met de lijn. Dan weet ze al waar die scheiding zit, maar dan hou ik voor de rest mijn mond. Dan is de kans groot dat een aantal denken, ja, het is goed met jou, Michiel, maar ik ga gewoon lekker met de dingen verder waar ik mee bezig ben, want ik zie hem niet. Ik krijg hem niet door. En dat is zonde, want ik heb mijn best gedaan op mijn analyse, ik heb mijn best gedaan op mijn onderzoek en ik heb fantastische resultaten. Het is een tweedeling van de markt, dames en heren. Maar als de organisatie niet meegaat, is mijn hele werk voor niks geweest. En misschien heb ik een hele mooie tijd gehad in het doen van mijn analyse, maar het gaat er ook om wat het oplevert. Dat was alweer deel 2 van de video van het VSO-congres. In deel 3 ga ik je uitleggen hoe je kunt liegen met grafieken. Hoe kun je die pre-attentive attributes op zo'n manier inzetten dat jij mensen met jouw grafieken volkomen op het verkeerde been kunt zetten. Nou, zal dat natuurlijk niet je doel zijn, maar goed, misschien maken anderen wel gebruik van deze middelen om jou op het verkeerde been te zetten. Met andere woorden, liegen met grafieken. Ik zie je zo bij deel 3.